We kijken naar het begrip consumentengedrag en de naam zegt het eigenlijk al. Consumentengedrag is het gedrag van consumenten. Oftewel, waar geven consumenten Waar geven consumenten hun geld aan uit? Wanneer geven consumenten hun geld uit? En ook waarom? Waarom geven consumenten hun geld uit? En nou ja, consumentengedrag is voor bedrijven vaak belangrijk om te weten. Consumentengedrag is voor bedrijven belangrijk om te weten. Want bedrijven willen natuurlijk meer verkopen. En bedrijven willen natuurlijk altijd meer winst halen. En ook consumenten kunnen beïnvloed worden, of beter gezegd, consumentengedrag. Consumentengedrag kan beïnvloed en dat kan door reclame. Door vrienden en vriendinnen. Door nieuwe producten. En door nieuwe trends. Dat zijn een aantal zaken die allemaal invloed hebben op consumentengedrag. Nou, wat is consumentengedrag? Dat is het gedrag van consumenten. Waar geven ze hun geld aan uit? Wanneer doen ze dat? En ook waarom? Voor bedrijven is consumentengedrag vaak heel belangrijk om te weten. Want als bedrijven heel goed weten wat de consument wil, dan kunnen de bedrijven meer verkopen en zullen ze ook meer winst halen. Nou, bedrijven kunnen consumentengedrag ook beïnvloeden door bijvoorbeeld reclame. En ook vrienden en vriendinnen bepalen vaak of consumenten iets wel of niet kopen. Nieuwe producten zijn van invloed en ook nieuwe trends, nieuwe dingen die in de mode zijn. Dat is consumentengedrag.